ons waren benieuwd met welke keuze Lisa zou komen. En inmiddels weten we dat ze Sober gaat zingen van Pink. Gordon, wat kan Lisa nou waar jij zelf misschien wel een tikkeltje jaloers op bent? Nou ja, sowieso een jurk aantrekken. Dus dat... Zingen. Dat doe ik soms ook wel eens na 11 uur. S'avonds had het heel aantrekkelijk trouwens. Nee, maar ja, Lisa is natuurlijk... Weet je wat ik leuk vind? Dat om de zoveel jaar komt er een nieuwe ster aan het firmament. En je voelt het gewoon borrelen bij Lisa. Dus ik kan niet achterblijven om ook Lisa en mijn Hester uit te nodigen... voor de Amsterdam Arena op 12 en 13 juni. Voor de toppers. En ze heeft niet alleen hier de fans zitten... maar die zitten ook bij haar in haar stamkroeg. Lisa. We zitten nu in mijn stamkroeg. Het is de kroeg van een vriend van mijn broer. Elke vrijdag hebben we een Lisa-fanavond. En dan hebben we twee grote schermen. Op de ene scherm is de uitzending van de X-Factor. Het tweede scherm is bij de backstage show. Ik heb hier een aantal keer opgetreden en af en toe achter de bar zingen. Als ik iets te veel op had. Of mensen gaan dan aandringen en dan kom je er heel moeilijk onderuit. No pain inside your life perfection. But how do I feel this good sober? Goedje! Het mooiste moment, dat was toen ik een keer niet mee kon naar de live shows. Toen zat ik thuis op de bank te kijken. Toen ging ze Rain Down On Me doen. En toen, hoe ze daar zo stond, nou, dan was ik zo trots. Toen zat ik in mijn eentje in de kamer. En dan zat ik gewoon te huilen op de bank. De kleding vind ik niet altijd geslaagd. Ik vind het heel moeilijk om die tatoeages te zien. Die vind ik niet leuk. Dus ik zou... Als ik haar was, geen korte mouwen of zonder mouwen. Dat leidt te veel af. Dat vind ik niet prettig. Maar ik vind het zalig om dat te zien zingen. Ik denk voor haar dat het eindelijk de erkenning is die ze al zo lang zoekt. Want wij weten allemaal in deze buurt al dat Lisa heel goed kan zingen. Als wij dat allemaal blijven zeggen, ja, is voor haar geen bevestiging meer. Nu weten gewoon veel meer mensen dat Lisa heel goed kan zingen. Lisa is de X-Factor! Hier is Lisa. I don't wanna be the girl who laughs the loudest, or the girl who never wants to be alone. I don't wanna be that call at 4 o'clock in the morning, 'cause I'm the only one you know in the world that won't be home. The sun is blinding. Lisa, ja, je bent al heel lang de grote favoriet. En het knappe is dat je het waarmaakt, keer op keer. Ik vind je er zo te gek uitzien, helemaal stoer en leuk en eigenlijk jezelf. En lekker hoor. En omdat iedereen toch al op jou gaat stemmen, hoop ik dat ze ook een beetje op whatever. Lisa, de eerste helft vond ik niet erg overtuigend. Het leek wel alsof je zelf twijfels had. Maar de tweede helft...
scoorde je 10-0. Ik vind je leuk. Ik denk dat je echt een grote voorbeeldfunctie hebt voor heel veel meisjes in Nederland. Alisa, ja, dit is natuurlijk de outfit, hè? Ik weet nog wel hoe je binnenkwam bij ons. Ook in zo'n leuk rokje. En dat moet je gewoon vasthouden. Dit is gewoon een outfit. Oh. En daarmee ga je op Werchter staan. En op Pinkpop. En op al die festivals. Waar ik hoop jou te zien. Met een te gekke band. Eat your heart out, baby. Ja, als je, zeg eens iets leuks. Als je dit al niet overtuigend vindt, dan weet ik het echt niet meer. Dan begrijp ik er ook echt helemaal niks meer van. Dit was sensationeel. Geweldig. Waanzinnig. Lisa, ja. Die baas van jou die doet natuurlijk ongelooflijk goede zaken op vrijdag. Elke keer zijn tent vol. Heel slim gedaan. Maar heb jij nog wel vrienden en familieleden dan hier in de zaal zitten? Of zitten ze allemaal in die kroeg? Zitten daar, jongens. Even gaan staan. Hey, daar. Even zien. Ja, dat zijn er nog maar weinig. Die zitten allemaal in die kroeg. Ja, ja. Maar gelukkig is het publiek er ook voor je. Dat is duidelijk. En muziekje zit in elke vezel van haar lijf. Lisa is echt een vechtertje en wil die finale winnen. Maar dan moet ze wel geplaatst worden, hè? En dat doen jullie thuis. Dus bel voor haar 0909 1306 of sms Lisa naar 3131.